Jan, ben jij eigenlijk een fietser? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg weinig fiets. Heel erg weinig. Ik fiets helemaal niet. En dan te bedenken dat er toch drie van die Italiaanse puisten op de deelnemers liggen te wachten eigenlijk. Hè. Die Stelvio, die Morti Rolo en dan ook nog de Gravia met alle haarspelbochten, 2600 meter en een stijgingspercentage soms van 18%. Ik heb nu al ongelooflijk veel respect voor de prestatie die jullie gaan leveren. Ja, datzelfde geldt voor mij. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. Ik zou het niet aandurven. Laat mij maar andere dingen doen. Wij gaan met z'n allen bijdragen aan de ontwikkeling van een medicijn voor energiestofwisselingsziekten. Ja, en het gebeurt hier eigenlijk een paar honderd meter verderop. Dus wij staan hier ook op hele bijzondere grond. Wij zouden er dolgraag bij geweest zijn natuurlijk om jullie echt aan te moedigen. Dat kan helaas niet. We hebben beide onze verplichtingen, waarbij de verplichtingen van Jan natuurlijk vele malen belangrijker zijn dan mijn opnames voor SBS. Als dat ooit nog iets wordt, maar dit terzijde. In ieder geval, vanaf deze plek willen wij jullie wel. En dan gaan we toch als een soort Erika Terpstra er tegenaan jullie ongelooflijk veel succes toewensen. Jullie gaan het redden, jullie kunnen het. Jullie komen jezelf tegen, maar jullie overwinnen jezelf. Dat jullie toppers zijn, dat jullie het kunnen. En opgeven, weet, dat is geen optie. Jullie zijn allemaal ongelooflijke toppers, kom op! Ik denk dat ik nu maar even aan het werk ga, Jochem. Dankjewel. Ja? Was het te?